Omdat juist, doordat je kijkt met open ogen, je ogen zelfs dicht kunt hebben en het dan nog kunt zien. Is het niet zo dat als je je ogen sluit, je beter kunt concentreren en beter kunt waarnemen op jouw veld, op jouw overige zijnsdelen. En dan de lagen van het aura. Astrale laag, etherische laag, mentale laag. Zij doen het werk. Ze beheren. Ze beheren je chakravelden. Lieve mensen, de materie lijkt zo ver weg. Maar het is uiteindelijk zo dichtbij. Maar het is alsof het lijkt dat er wordt gesprongen op onze ruggen. Zo van, hup, jumpt er maar in. En wie is er nou weer ingejumpt? En wat is er alweer gedaan? Waar jij in je proces niks van weet, maar het al lang bekend is dat jij daar nog aan gaat werken. En dat is zo meer waardevol dan al het andere waar je in materialisme of in een relatie of in verdronken vlinderheid naar op zoek kunt zijn. Vandaag 1 februari, aartsengel Gamuan, het zonnevlechtchakra, de hogere liefde mensen. Het is de tijd, het is nu. Nu in deze tijd. En ben ontwaakt. Waarom niet jouw eigen karma? Waarom niet jouw eigen zielenproces? Het hoeft niet door anderen. Er hoeven niet nog meer godswaanzinnige beelden bij betrokken hoeven te zijn dan alleen jij. Jij kan dat. Jij bent in staat om het goddelijke aspect in jou te verlichten. En hoe jouw move dan verder gaat, connecterend op het magneetveld rond jouw aura. Want je mag niet verder komen, je moet geblokkeerd zijn, want dit mag niet en dat mag niet en zus mag niet en hier en zo en daar. Het mag allemaal niet. Birdie, free like a bird. Op de pijn die je hebt opgelopen te verzachten. Want het is een heuse tijd om te verlichten. En in deze verlichting de weerga mogen ontvangen die gevraagd wordt, waarvan je mag zeggen: ga naar binnen. Treed in je diepe zijn en ontmoet. Dat is de basis van vrijheid. De basis van het gemis rond jouw eigen kracht. Omdat je niet kan vliegen. Omdat je niet mag vliegen, omdat je vleugellam bent. Terwijl het idee zo dichtbij is.
en het manifest zo dik uitnodigt om het vermogen van de kracht hierin te mogen hanteren. Het voor je uit laten werken. Op deze mooie woensdag, niet alleen woensdag, maar alle dagen. De kracht van het voor je uit laten werken, vanuit je derde oog. Samen met aartsengel Gabriël, vanuit je zonnevlecht. Lieve mensen, verbind en kom in je kracht. Heel veel energie, licht en wijsheid vanuit deze healing meditatie. Zenden, ontvangen, 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 zenden en onze driehoek. Dank u wel. Tot de volgende keer.